Vandaag zijn we in de Rimba, want we zijn op zoek naar het dier dat het meest vocaal is van het hele dierenpark. De meest vocale dieren zijn toch eigenlijk wel de siamangs die je achter mij ziet. Deze dieren die laten zich gedurende de dag toch wel een keer of 3-4 horen. Dus als je als bezoeker in het park loopt, dan hoor je ze vaak wel even hun luidkeelse roep doen. En die roep is er eigenlijk met name voor dat ze hun territorium laten weten aan andere siamangs. En ook aan andere gibbonsoorten. Wij hebben natuurlijk ook nog de goudwanggibbons. En daar reageren ze ook op. Dus heb je een mooie samenzang tussen twee gibbonsoorten. En als je de siamangs dus hoort in het park, is het ook wel leuk om te gaan kijken. Want de siamang heeft eigenlijk een hele grote keelzak onder zich, die ze als klankkast gebruiken. En daar komt eigenlijk het mega harde geluid van 109 decibel komt er eigenlijk uit voort. En vanaf 80 decibel heb je eigenlijk al gehoorschade. Dus je kunt je voorstellen dat als wij in het gebouw zijn en ze beginnen dan te zingen, nou, dan doen we toch wel even onze oordop op. Doordat ze dus zo luidruchtig zingen, is het ook echt in de oerwouden waar ze dus voorkomen, is het ook echt dat het gewoon kilometers ver draagt. Waardoor de andere dieren ook weten van, goh, daar zit een ander mannetje of een ander vrouwtje. Of eventueel dus wel een groepje zoals we hier bij Burgers hebben. Nou, zoals siamangs zijn eigenlijk wel een koppel voor leven. Die zoeken elkaar vaak op jonge leeftijd op. En dan blijft gewoon de rest van hun leven bij elkaar. Nou, eigenlijk zijn het altijd familiegroepjes. Je hebt altijd, laten we zeggen, het oude paar. En die zijn aangevuld met vaak twee jongen, soms drie. En tegen die tijd dat er dan weer een jong komt, dan is meestal de oudste alweer het huis uit, laten we zeggen. En de dieren die worden ook wel vrij oud. Dus siamangs kunnen makkelijker rond de 35 worden. Dankjewel Wilco voor je heldere tekst en uitleg. Heb je nou thuis zelf ook een vraag? Post hem dan als reactie hier onder de video. En wie weet zit jouw vraag in de volgende aflevering van De Vraag van Vandaag. Ik spreek hier, man. Ja.